name is Jax. Gonna start a mission underground party. Be live and direct from Eindhoven. Straight up, underground. We have to line up with Mike Dearborn, DJ Skull, 01. And are you ready? Lift off. Eindhoven is een stad van, laten we zeggen, 200.000 mensen. Vijfde of de zesde stad van Nederland daarmee. Naar mijn idee echt een provinciestad. Een company town, hè, zoals ze het ook wel noemen. Eindhoven is natuurlijk vooral bekend van Philips. Daarvoor bestond de stad nauwelijks. Philips heeft de stad groot gemaakt. Het inwonertal verachtvoudigd of zoiets toen ze eenmaal begonnen. En Philips was natuurlijk ook bezig met geluid. Ja, we zitten nu in het Evaluon. Ja, natuurlijk een prachtig gebouw. Eigenlijk mijn favoriete gebouw, misschien wel van de hele wereld. Kraftwerk die heeft hier een aantal jaren geleden opgetreden en toen heb ik op de afterparty gedraaid. Het was voor mij een droom om in het Evaluon te kunnen draaien natuurlijk. In het begin kende ik Eindhoven eigenlijk helemaal niet zo. Eindhoven als technostad of als housestad, dat was me eigenlijk helemaal niet duidelijk op dat moment. Het was meer zo van, oh, Jack zit in Eindhoven, nou toevallig, dan komen we daar terecht. Als heel klein kind wist ik echt al, ik wil in de muziek. Het was niet dat wij thuis heel veel muziek hadden. Mijn moeder had wel een pick-up staan en een aantal LP's en was heel uiteenlopend, van de Beatles naar klassiek, naar Ramse Shaffy. Maar ik wist eigenlijk al heel jong dat, dat muziek echt mijn ding was. Bij Bullet heb ik echt volgens mij wel 2 jaar lopen zeuren van, kan ik bij jullie werken? En die hadden telkens niemand nodig, maar ik denk, geef niet op. Ik blijf gewoon langsgaan. En ik ging er toch elke week heen om platen te kopen. En op een gegeven moment was het van, ja, we kunnen jou wel gebruiken. En toen kwamen er bij Bullet ook best wel jongens met ontzettend goede muziek. 24K bijvoorbeeld. Ik kon echt niet begrijpen waarom niemand dat uitbracht. 24K is je eerste band. Waarom juist deze band? Nou, ze komen uit Eindhoven en ze kwamen altijd al in de platenzaak waar ik werkte. Mijn moeder leende mij 10.000 gulden. Daar mocht ik 5.000 van houden, zei ze. Dus dat was heel lief. En dan stopte ik helemaal aan 24K. Een fotograaf geregeld die echt mooie foto's maakt. En dat was de eerste release. En die werd echt heel goed ontvangen. Ik vond ze wel goed. We have no enemies. Omdat het dus goed ging, kwamen er ook andere hip-hop bandjes naar mij toe. Maar ook Stefan Terrace. Ik had ook meteen zoiets van, waarom brengt niemand dit uit? Waarom ligt het hier gewoon in de la, zeg maar, ergens bij iemand in zijn home studio? Terrace klonk zo alsof het uit Detroit kwam. Dus ik had zoiets van, dit moet ik gewoon uitbrengen. Toen onze live optredens toenamen, werd zij vaak als DJ gevraagd. Dus we waren veel samen op reis. Dus ik kon ook zien daar dat Jack zegt een grote naam had gekregen in Europa en ook daarbuiten. Overal waar we kwamen, daar hadden mensen t-shirts aan van DJ's of van Acid Junkies of van allebei. En handtekeningen, het ging maar door. Doordat ik dus ook overal draaide en overal was en mensen mijn label kenden, kreeg ik ook heel veel demo's van over heel de wereld. En Chicago, die connectie met Chicago, Mike Dearborn was de eerste man uit Chicago die dan op Jacksies uitbracht. Hij had ook zelf een demo gestuurd, naar aanleiding van Straight Tripping, die hij daar in de winkel had gezien. En geluisterd en had gezegd, dat is een toffe plaat, dat label zie ik wel zitten om daar ook iets uit te brengen. You're from Chicago and Saskia is here in Holland. How did you make the contact? Well, with me, I heard an old release, Terrace, Straight Tripping, right? Straight Tripping. Oh, and I know it. I like the style of the record, and so I just happened to write the address down and send her a tape, and she knew me from previous releases, and we just worked it out, and that was basically it, 3 years ago, so. En omdat het dus allemaal ontstaan is daar in Chicago en Detroit, dacht ik in 92 van ik moet daar gewoon heen. En dan heb ik ook echt alles gedaan, alles bekeken, echt 200 platen gekocht of zo. Maar gevolg was ook dat iedereen
mij allemaal demo's gaf weer. Al die producers, Felix de Housecat en die waren allemaal daar. Een keer Lexi van nou, ik heb demo's voor jou. Wil je die uitbrengen? En ik, ja, natuurlijk wil ik dat. Dus ik ging ook met een hele grote tas met demo's terug naar huis. Ja, de invloed van Jax was denk ik enorm. Alleen dat werd eigenlijk vooral in het buitenland gezien. In Nederland niet. Dus de scene hier in Nederland was toch best wel gefocust op Amsterdam en Rotterdam. En wat er in Eindhoven gebeurde, nou ja, dat werd toch een beetje, nou ja, werd niet helemaal serieus genomen. Maar ja, Saskia en wij stonden wel gewoon in het buitenland heel veel op te treden. En in ons eigen land veel minder. En zij, ja, vooral Saskia, nee, die heeft natuurlijk een enorme carrière gehad. Mijn eerste release was Give Your Body. En dat was dus naar het titelnummer Give Your Body, met een eindeloos herhalende sample. Random Access met Give Your Body. Volgens mij wel, ja, misschien wel de beste acid-plaat uit Nederland. Voor mij is Give Your Body, dat is echt, ja, dat is echt Jax. Of de vraag ging, hè, waarom kan het label wat ik met Stefan dan heb gehad, of ook misschien wel Jax Ubeats, waarom kan dat juist in Eindhoven ontstaan? Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we hier gewoon echt redelijk ver genoeg van de Randstad af liggen. Eindhoven was een beetje een geïsoleerde stad. We zaten ver van de Randstad, daar waren de meeste feestjes. Hier was het een beetje stilletjes, dus we maakten ons eigen ding. En ik denk dat dat ook in die tijd de kracht van Eindhoven was. Nooit gedacht dat ik daar zoveel, dat ik zoveel zou uit gaan brengen en dat het zo invloedrijk en groot zou worden. Daar was ik gewoon helemaal niet mee bezig. En zo is het ook met het label gegaan. Ja, ik bracht gewoon uit wat ik lekker vond en wat ik lekker vond klinken. En dat was vaak rauw, oncompromisloze muziek. En ja, schijnbaar sprak dat toch wel veel mensen aan. En heb ik daar toch iets mee neergezet wat ik van tevoren helemaal niet zo... Die weg heb ik echt niet van tevoren uitgestippeld. Dat liep gewoon zo. Gewoon eigenlijk door mijn hart te voelen. Dat is het eigenlijk. Ja. Dat is een mooi einde, hè? Ja.